Deel 2 van de serie van Hoogvliet tot Sateliet. We staan hier dus bij het Ruige Plaatbos. Een prachtig 37 hectare groot bos aan de rand van Hoogvliet, aan de Oude Maas. Ingeklemd tussen Botlekbrug en Spijkenissebrug. Echt een fantastisch mooi wandelgebied, schitterend groen. Maar als u hier in 1997 was gekomen, was u immens geschrokken. Een enorme windhoos heeft toen het bos geteisterd en tal van bomen knapten als lucifertjes knapten ze af. Gelukkig, met hulp van de overheid en het Wereld Natuur Fonds, is het bos weer teruggekomen in zijn oude glorie. Het bos is eigenlijk ontstaan in 1958, aangelegd min of meer in de Grienden als buffer tussen Oude Maas, de scheepvaart en de mensen die dus in de wijk Westpunt, waar we vorige keer waren, wonen. Het bos heeft echt de functie van een stadspark. En er is ook prachtige recreatie, er is een tennisbaan, er is een arboretum, er is een uitspanning, de heerlijkheid, waar het goed toe is, waar je even wat kan drinken en waar in coronavrije tijd hele leuke feestjes worden gevierd. Hier aan de rand van het Ruige Plaatbos, met aan mijn rechterkant, voor u links, het Ruige Plaatbos en links de jachthaven. Het is nu een klein jachthaventje met wat kleine scheepjes, maar ooit was dat de ingang van de Zalmhaven. De zalmvisserijhaven die helemaal doorliep tot aan het oude kerkje. En ja, in de jaren zeg maar 1700, 1800 floreerde hier in Hoogvliet, toen nog een totaal andere naam hebbende. Oedenvliet werd er toen nog min of meer genoemd. Was hier de zalmvisserij de bron van inkomsten. En hier ook bij de Spijkenissebrug. En op de achtergrond hoort u misschien wel de bel van de Spijkenissebrug. Die weer omhoog dan wel in dit geval omlaag gaat. Stond een geschutskoepel. Een geschutskoepel van de Duitsers. Die deze in 1940... bij het begin van de Tweede Wereldoorlog hebben gebouwd. Met de bedoeling dat als er een invasie zou komen vanuit zee, vanuit voor in de putten, dat hier de brug zou worden verdedigd en de geschutskoepel met mitrailleurnest dat allemaal zou bewaken. Als kind heb ik daar nog gespeeld. Was enorm spannend natuurlijk met alles wat daaromheen gebeurde. Zelfs nog naar de overkant gezwommen, levensgevaarlijk. Maar goed, je doet wat als je jong bent. En we zien hier een gigantische hoge berg. En ze zeggen dat daar de bunker onder zit. Of het waar is, ga zelf kijken, neem een schep mee en ga graven. Misschien vind je ook nog een schat. Want de echte schat is het Ruige Plaatbos. Midden in het Ruige Plaatbos, een geweldig mooi kunstwerk. Niet zomaar van de eerste de beste, maar van een Rotterdamse kunstenaar, Gust Romeijn. Echt bekend tot in New York toe. Overal in de wereld staan beelden van hem. Ook in Rotterdam uiteraard. En Hoogvliet is sinds 1934 Rotterdam. Dus achter mij één van zijn beelden. Het Oneindige Huis. En toen dit park werd aangelegd in 1958 had men behoefte om hier ook kunstwerk te plaatsen. Dat is er niet van gekomen tot 1970. Het Oneindige Huis, zoals het beeld van Gust Romeijn heet, is min of meer een serie van beelden die hij heeft gemaakt. Allemaal een beetje in hetzelfde stramien. Het beeld, het Oneindige Huis, is min of meer een beeld in een bepaalde serie die gemaakt werd door Gust Romeijn. Zo heeft hij op de Vaanweide, vlakbij het Daniel de Hoed kliniek aan de Brede Heerdendijk, heeft hij een beeld neergezet en dat heette De Wolken. Dat is verhuisd, omdat ook de Daniel Hoedkliniek is verhuisd naar het Erasmus Medisch Centrum. En daar staat het nu te pronken. Maar hier in Hoogvliet, in het Ruige Plaatbos, hebben wij een echte Gust Romeijn. Nu een natuurspeeltuin.
met glijbanen, evenwichtsbalken, hartstikke leuk voor de jeugd. Maar in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw was het hier extra ruig in het ruige plaatbos. Hier vonden popconcerten plaats. Popconcerten in het klein, zoals ook op de Kralingse Bos is geweest, Holland Pop. Met bekende bands en minder bekende bands. Georganiseerd door Sociëteit De Spin, door Sociëteit De Zevensprong. En dat heette Halfie Wit. En Half Hoogvliet kwam hier naartoe. De jeugd uit de 70, 80 jaren om te genieten van een klein beetje losbandigheid en heel veel bier. En Bea. Ja, hallo. Ja, op Formule 1, hè? Eventjes dwars door de park heen racen. Yes. Volle snelheid. Volle snelheid. Het hondje heb je bij je? Ja, die loopt lekker los daar. Wat ruige plaatbos, ja. Kom je vaak? Ideaal. Ja, dat is ideaal om de honden los te laten lopen. Ja, dat mag hier. Ja, dat mag hier. Oké. Okay. Ja. En zeker als het lekker weer is, is het hier rustig. En geen opruimplicht, dus nee, dat is gewoon lekker. Vrij en blij. En het is prachtig, het is wel mooi. Ja, je hebt hier vlakbij gewoond? Ja, ik heb hier in de flats gewoond. Nog in de oude flat? Nee, nieuwe. Nieuwe. Want hoe lang staan de flats 2007 nu? Zijn ze opgeleverd. 2007? Ja. Oké. Met tevredenheid altijd gewoon? Ja, prima. Wijnruisstraat, hè? Ja. Prima. En Bea, waar woon jij? Ik woon op Zalmplaat. Op de Zalmplaat. Dan ben je aardig uit de richting. Ja, maar zij doet, omdat we de scootmobiel hebben, mij overal de weg wijzen hier. Ja, dus dan zie ik tenminste ook eens een keer wat van Hoogvliet. Ja. Nou, we horen de helikopter alweer aankomen, hè? Ja. Die, met regelmaat hier zo. Zeker. Die zijn op zoek naar Formule 1 coureurs, denk ik. Ook al. Dus niet te hard, hè? Okay. We mogen niet te hard. Nee, we mogen niet te hard. Nou, geniet lekker van je tochtje. Gaan we in doen. Het groen. Gaan we doen. Want jullie vinden het ruige plaatbos wel belangrijk, hè? Ja, heel zeker. Belangrijk. Ja, dat moet gewoon blijven. Ja, de groene long. Ja. Goed. Maar ook de andere kant. Nee, bij, jammer, bij het water. Okay. Goed, ik ga kijken wie het eerste weg is. Even broemen. Nou, ja? Okay, yes. Ik tel af, hè. 3, 2, 1, go! Doei! Oh, ja, en dan gaat Ria van de Veer en die als een speer gaat Ria van de Veer. En Bea, ja, Bea heeft pech. Het gaat helemaal niet lukken. Oh, Bea, je wordt uit de race genomen. Wat jammer. Maar daar gaat ze weer. Probeer ze in te halen. Je moet wel aanzetten natuurlijk. Met 30 kilometer. Dag dames. Fantastisch toch? De heerlijkheid en Hoogvliet. We zijn aanbeland op de heerlijkheid. Een prachtig recreatief gebied met een grote feestzaal die voor bruiloften en partijen te huur is, waar feestjes worden gegeven. Als er geen corona is natuurlijk. En ook een prachtig park daarachter waar kinderen kunnen spelen, waar je heerlijk kan picknicken en kan vertieren. Op deze plek hebben ooit twee voetbalvelden gelegen. Van de voetbalvereniging Animo en van SVH, sportvereniging Hoogvliet. Ja, die zijn verdwenen. SVH is helemaal niet meer in leven. Is opgegaan in een andere vereniging. Net zoals helaas Animo Hoogvliet. De enige voetbalclub die we nog hebben in Hoogvliet. Althans, het zijn er twee. RET en Meeuwplaat. En nog een derde. Rijnmond Hoogvliet. De heerlijkheid, ja, wat is dan heerlijker als je hier in het zonnetje zit. Zo fantastisch. En hoewel dit een vrij jong complex is, heeft het toch nog wel een hele geschiedenis. Behalve dus dat het is gebouwd op de voormalige voetbalvelden van Animo Hoogvliet en SVH.
hebben hier tal van evenementen plaatsgevonden. Waaronder Woodstock. Woodstock aan de Oude Maas. Door George Knapp, ooit de bedenker van het Holland Pop Festival in Kralingen. En Willem de Neef. Willem de Neef, een echte hoogvlieter uit de Comostraat. De broer van gekke Peter. Toen werd iemand met zo'n verstandelijke handicap werd nog Mongool genoemd. Heel Hoogvliet had het altijd over gekke Peter. Met eerbied, overigens. En diezelfde de neef, Willem de Neef, heeft hier dus Woodstock aan de Oude Maas gemaakt. Een fantastisch evenement, 3 dagen lang, waar ook alle artiesten van Woodstock hier waren. Dus we praten over Santana, over Crosby, Still, Nash, Young, Taylor, Reeve, Nitches, over Janis Joplin. Echt fantastische artiesten. Maar uiteraard wel de lookalikes, of de mensen die hun muziek speelden. 3 dagen lang, fantastisch evenement. Oud deelraadsvoorzitter Kees van Pelt heeft hier afscheid genomen. Niet zomaar, daarna is hij op een step gestapt, grote 3-persoonstep. Volledig uit beeld geraakt en richting Londen gegaan om samen met de hoofdvlietsteppers avonturen te beleven. Maar Kees is weer terug. En daar zijn we blij en dankbaar om. Maar hij doet totaal andere dingen. Zoals ook Hans Edelmans, een andere voorzitter van de deelgemeente. En zitten allemaal, net zoals Leo Strobe, nog steeds vers in ons geheugen. Het waren toch eigenlijk een klein beetje de burgemeesters van Hoogvliet. En over de burgemeester van Hoogvliet gesproken. Hoogvliet heeft zijn zelfstandigheid verloren in 1934. Toen kwam Slok op Rotterdam, kwam hier naartoe, heeft een bord geplant. Vanaf dat moment was het Rotterdam. En de laatste burgemeester van Hoogvliet, burgemeester van S, wordt nog wel geëerd met een straatnamenbord in Pernis. Maar in Hoogvliet weet niemand meer wie van S was. We zijn aan het einde van ons rondje Ruige Plaatbos. We zijn gestart bij de Spijkenissenbrug en we staan nu bij de Botlekbrug. Ongeveer een 2,5 kilometer lang. En daartussen prachtige natuur. Je kan het bijna niet geloven dat als je daar rondloopt in het Ruige Plaatbos, dat je zo tegen de industrie aan zit. Ingeklemd tussen de A15 en de Groene Kruisweg. Het Ruige Plaatbos. Hunkert naar uw komst. Tot de volgende keer. Dit was Van Hoogvliet tot Sateliet.